Elke leerling is uniek. Samen met anderen worden ze groot, thuis en op school. Als leraar breng je de kinderen het beste bij. Daar waar ze elke dag leven, in katholieke scholen. De directeur zorgt voor een goede organisatie, met de steun, raad en daad van het vrijwillige schoolbestuur dat vol motivatie het algemeen beleid bepaalt. Het financieel beleid, want voldoende geld is cruciaal. Het materieel beleid. Een aantrekkelijk schoolgebouw is erg belangrijk voor een fijne leef- en leeromgeving. Het personeelsbeleid. Om talent aan te trekken en te houden. Het aspect inspraak en communicatie. Dat mikt op een brede dialoog tussen onder meer ouders, leraren en leerlingen. Het beleid rond veiligheid en welzijn. De waarborg voor een beschermde leeromgeving. Het aspect schoolorganisatie. De uitrol van onze onderwijsstrategie. De identiteit van de school, onze ziel en essentiële inspiratie, geeft richting aan ons beleid. En natuurlijk het pedagogisch-didactisch beleid, dat de krijtlijnen uitzet voor kwalitatief onderwijs. Dat je veel know-how nodig hebt om al deze taken optimaal uit te voeren? Inderdaad, het besturen van een school is op vandaag een stuk complexer geworden. Schoolbesturen zijn aan heel wat regels onderworpen en die zijn niet altijd onderwijsgebonden. Gelukkig sta je als school niet alleen. Doorheen de jaren hebben zusters, broeders, paters, priesters, bisschoppen en alsmaar meer leken van katholiek onderwijs hun levenswerk gemaakt. En elk bestuur draagt met veel engagement zorg voor het eigen beleid. Maar misschien merk je zelf ook dat dit moeilijker wordt. Niet elk bestuur kan al deze aspecten immers op dezelfde manier opvangen. Gevolg? Sommige directeurs besteden te veel tijd aan het meebesturen van de school. Ja, dat doen ze heel goed, al leidt het hen af van hun kerntaak, de relatie tussen leraar en leerling ondersteunen en of ze daar nood aan hebben. Directie en bestuur maken samen school. Stel je eens voor wat voor een krachtig beleidsteam ontstaat wanneer we alle ervaring en deskundigheid van onze directies en besturen binnen een regio samenbrengen. Het veiligheidsbeleid van verschillende scholen is bijvoorbeeld in perfect veilige handen bij enkele gespecialiseerde mensen van het beleidsteam. De financiële krak die verbonden is aan één van de scholen zet zijn expertise nu graag in voor de verschillende scholen. Het financieel beleid vaart er alleen maar wel bij. En misschien doen we personeelsbeleid en de bijhorende administratie ook wel effectiever en efficiënter samen. We kunnen zelfs een vrijgestelde bestuurder aanduiden. We bundelen ervaring en deskundigheid, middelen en omkadering. Zo wordt doelgerichter en efficiënter gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat is waar BOS voor staat. Nee, geen BOS. BOS. Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Geen grotere scholen, maar meer scholen onder één bestuur. Exit dus van concurrentie onder schoolbesturen. Alle katholieke scholen in de regio die tot dezelfde VZW behoren, zijn solidair. Ook en vooral met de scholen die er het meest behoefte aan hebben. Dit schaalvergroot en geoptimaliseerd bestuur neemt de verantwoordelijkheid op voor een gepast onderwijstraject. Voor elke leerling uit de regio. In het basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs. Dankzij BOS gaat de aandacht van je schoolbestuur voluit naar de ontwikkeling en het onderwijs van de kinderen. En dat betekent een goed rapport voor al onze scholen. Ook in BOS blijven we gehecht aan de eigenheid en de nabijheid van onze scholen. Eigentijds tegendraads laat een katholiek schoolbestuur zich niet uitsluitend leiden door bedrijfseconomische regels. Elke school krijgt van zo'n schoolbestuur voldoende beleidsruimte. Houdt vast aan het schooluniform of net niet. Trekt jaarlijks op openluchtklas of liever niet. Volgt de eigen leermethode. En de directeur? Die doet terug waar hij van houdt. Aandacht schenken aan elke leerling. Voor het personeel is er extra rechtszekerheid. En jonge leraren krijgen meer toekomstperspectief. Nee, zo'n schaalvergroot bestuur streeft niet naar meer macht. Dienstbaarheid van de schoolbesturen staat centraal. Of, zoals Jezus zegt, niet om gediend te worden, maar om te dienen. BOS zorgt ervoor dat ieder weer 100% focust op de kerntaak. Onderwijzen met klassen.